Minister Siewert Getrouw van Justitie en Politie gaat maatregelen treffen die het vertrouwen in de politie moeten herwinnen. De minister zei dit op een persconferentie die gisteren is gehouden in het perscentrum van het kabinet van de president. De bewindsman benadrukte dat de maatregelen niet altijd door iedereen als prettig en aangenaam ervaren zullen worden. Er zijn plannen om de zichtbaarheid van de politie te verhogen en woninginbraken terug te dringen door de maximale inzet van de buurtmanagers. De maatregelen om het vertrouwen van de gemeenschap te herwinnen hebben ook te maken met de recente verschuivingen binnen de politietop. Minister Getrouw kondigde daarom nog meer mutaties aan binnen het politiekorps. Hoeveel mutaties er zullen plaatsvinden kan ik niet aangeven, maar er zal sowieso breed reorganisatie plaatsvinden. Ik hanteer drie zaken, of tenminste twee belangrijke zaken. We werken naar het veiligheidsgevoel. We moeten het verhogen, want er is sprake van een veiligheidsgevoel. En dan heb ik als twee punten welke een bijdrage moeten leveren. Ja? Tot het creëren daarvan binnen het korps, binnen de organisatie. En daar heb ik het niet alleen over het korps Politie Suriname. De mensen moeten competent zijn en integer zijn. Dan kunnen we echt er naartoe streven en er naartoe werken dat de samenleving een veilig gevoel zal hebben. Vandaar die mutaties. De bewindsman zei verder dat het ministerie niet alleen het veiligheidsgevoel terug wil brengen, maar deze ook wil garanderen. Zelfs de man van de straat moet zich veilig voelen en dat is positief bedoeld, voegde de minister heel ernstig aan toe. Ook die man van de straat, ja, maar moest wel veiligheidsgevoel naar zo'n manier. En dan heb ik het dan over de positieve zijde. De mensen die zich bezighouden, de man, zei, doe de ogri. Ook toen aan de sma, dat wordt agi. Ik nodig niemand uit er om zich aan te melden. Ik heb een heel ander beleid. Ja, vandaar dat ik heb aangegeven in mijn statement hoe ik ermee omga wanneer men komt aan het gezag van de politie. Tene doe ook niet, midden gewoon love up system en dan lach ik. Nu heb ik leren lachen, snap je? Maar if you wear me ide, dan heb ik het erover van wanneer je komt aan de politie, dan you wear me ide. Dan moet ik contact you. En zonder aanzien des persoons. Snap je wat ik bedoel? Ik nodig niet uit. Moet ik contact you. En wie spiede moet ik contact you. Als dat het is dat u wilde horen, de toekomst zal het wel uitwijzen. Ja? Vandaar dat ik ook heb aangegeven, we gaan het samen doen met de samenleving. Ik moet de mensen erbij betrekken. Ik kan het niet zonder hun. Ja? Want wij behoren ook tot die samenleving. Stuart Getrouw, minister van Justitie en Politie. Hij sprak gisteren tijdens een persconferentie over de maatregelen die binnenkort zullen volgen om het veiligheidsgevoel onder de burgerij terug te brengen. De persconferentie is gehouden in het perscentrum van het kabinet van de president.